Jan van den Beek kijkt met een eigen blik naar de discussie over asielmigratie. Hij is wiskundige en antropoloog en focust vooral op cijfers en feiten. Bijvoorbeeld cijfers over hoeveel asielzoekers gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mensen die een baan hebben van 30 uur of meer, dan zie je dat na 15 jaar heeft slechts 1/3 een baan van 30 uur of meer. Als je kijkt naar de uitkeringsafhankelijkheid, bijvoorbeeld bij het CBS, op de CBS-website kun je het gewoon controleren. Uitkeringsafhankelijkheid is heel hoog, die varieert voor de bijstandsafhankelijkheid, varieert per groep tussen de 40 en de 70%. Ik geloof dat Somaliërs het slechtste doen tegen de 70% en Iraniërs zeg maar rond de 40%. Ja. Dat zijn de cijfers van 2015, geloof ik. Ik zou het nu best anders kunnen zijn. Maar... Van den Beek wilde gewoon objectief weten wat het allemaal kost. Veel collega-wetenschappers vonden dat geen goede vraag en namen hem dat niet in dank af. Maar Van den Beek werkte in zijn eigen tijd stug door aan een kostenmodel voor de asielmigratie. Kijk, je moet het zo zien. Die verzorgingsstaat in Nederland is zo uitgebreid dat ook de gemiddelde Nederlander geld kost. Dan moet je echt denken aan een bedrag van zeg maar, 45.000, 50.000 euro. Over zijn gehele leven. Dus immigranten toelaten met, laten we zeggen, karakteristieken van de gemiddelde Nederlander is sowieso al kost geld. Dus eigenlijk moet je echte overpresterers hebben, mensen die het echt heel goed doen. Dat is gunstig voor Nederland als je het puur vanuit de schatkist redeneert. Een gemiddelde Nederlander kost dus ook geld, 45.000 euro. Hij kost veel aan het begin van zijn leven, aan onderwijs en aan het eind van zijn leven aan gezondheidszorg. En in de tussentijd levert hij, als het goed is, geld op door belasting te betalen. Een niet-westerse asielmigrant kost volgens het model van Van den Beek meer. Gemiddeld zo'n 300.000 euro over een heel leven. Kijk, als je een uitgebreide verzorgingsstaat hebt, kun je geen onbegrensde immigratie of grootschalige migratie hebben. Die twee dingen sluiten elkaar uit. Want landen met een verzorgingsstaat zijn nu eenmaal aantrekkelijk voor migranten uit arme landen met weinig kans op een goed inkomen. Zelfs al willen ze graag werken, is het juist door die sociale zekerheid moeilijk om onafhankelijk van een uitkering te worden. Als mensen hier zijn en ze kunnen niet makkelijk aan de bak komen, is het natuurlijk die uitkering een makkelijk alternatief. En vooral voor laaggeschoolden of ongeschoolden is dat, kan je eigenlijk weinig op vooruit als je eenmaal in een uitkering zit. Dus die bekende armoedeval. Zo zijn er allemaal effecten die eraan meewerken dat veel immigranten niet aan de bak komen. En wat mensen ook niet moeten vergeten is dat als mensen naar Nederland komen met bepaalde diploma's, dat die diploma's in Nederland misschien heel weinig waard zijn. Kijk, iemand die eerst zeg maar architect in Aleppo is, die kan daar een hele goede architect zijn, maar in Nederland is die kennis misschien wel heel weinig waard. Nog afgezien van dingen als taalproblemen en zo. Maar alle bouwverordeningen zijn anders, nou, you name it. Over de groep Syriërs wordt gezegd dat ze hoog opgeleid zijn, maar dat is betrekkelijk. De gemiddelde Syriër geniet 9 jaar onderwijs. De gemiddelde Nederlander geniet 18 jaar onderwijs. Dus je kunt verwachten dat de gemiddelde Syrische asielzoeker lager opgeleid is dan de gemiddelde Nederlandse asielzoeker. Dat verhaal van ze zijn allemaal hoog opgeleid is denk ik gewoon helemaal niet waar. Ik denk dat dat veel te mooi is voorgespiegeld. Je kunt allemaal banenplannen en zo tegenaan gooien. Ongetwijfeld als je meer energie erin stopt zal het effect hebben. Maar je moet niet verwachten dat dat een heel groot denderend succes gaat worden. Nee, ik denk dat de bijstandsafhankelijkheid voorlopig nog heel erg hoog zal blijven. De teksten van Jan van den Beek zijn niet de teksten die iedereen die begaan is met asielzoekers en vluchtelingen graag wil horen. Want ze leiden tot een vrij harde conclusie. Hallo. Als je zeg maar echt in gaat zitten op een, op een ruimhartig asielbeleid en je zou bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 asielmigranten per jaar binnenlaten, dan is de verzorgingsstaat vrij snel ten einde, denk ik. Want dat is niet te dragen natuurlijk. Als je zoveel mensen hebt die je niet of moeilijk inpasbaar zijn in het arbeidsproces en allemaal ten laste van de gemeenschap komen, dan gaat het steeds duurder worden. Ja, maar dat wordt niet over het algemeen zo heel graag hardop gezegd. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om erover na te denken. Omdat we gewoon keuzes moeten maken, zeg maar, in welke mate moeten we solidair zijn binnen ons land. Ja. En in welke mate kun je internationaal solidair zijn. En ik denk dat die internationale solidariteit uit de aarde zaak altijd heel beperkt moet zijn, omdat er zoveel ontzettend veel mensen in de wereld zijn buiten Nederland. Dat zijn er 7 miljard. En dat betekent dat je ook de kern van ons beleid, namelijk het asielverdrag, ter discussie moet durven stellen. Met het asielverdrag ga je impliciet een belofte geven aan alle mensen uit niet-veilige landen, van als je voet op Europese of Nederlandse bodem zet, dan mag je in principe wel blijven. En als je niet mag blijven, dan sturen we je bijna nooit weg. Je zag in 2015 hebben we een soort natuurlijk experiment gehad, toen een tijdje mensen konden lopen naar Duitsland en je zag dat er gelijk in de orde van grootte van 1 miljoen mensen gingen lopen in een hele korte tijd. Ja.
Dus je ziet wel dat als de restricties even wat minder worden, dat de mensen gelijk in beweging komen. Ja. En dat waren niet allemaal Syriërs, dat waren mensen uit allerlei andere landen ook. En het probleem is niet alleen dat het de rijke landen geld kost. Ook de vluchtelingen zelf onderschatten de gevolgen voor hen van de enorme stap die ze nemen. Er is een Amerikaanse psychiater, Salman Akhtar, die doet daar onderzoek naar. En die zegt wel heel duidelijk dat immigratie in veel gevallen ook heel veel verlies is. Dat is natuurlijk ook logisch, want je bent je hele veilige, vertrouwde omgeving kwijt. Je kunt je eigen taal vaak niet meer spreken. En het is ook een enorme ontworteling is het. Dus ja, de kosten zijn heel hoog van immigratie. Maar als je natuurlijk heel veel ook kunt winnen in de vorm van economisch betere situatie. Of voor je kinderen, want dat doen mensen natuurlijk ook vaak. Dat ze voor hun kinderen heel veel ontberingen wilden staan. En dat die een beter leven krijgen. Ja, dan snap ik wel dat mensen die keuze maken. En dan is het nog de vraag of die mensen ook echt kunnen en willen integreren in het land waar ze terechtkomen. Kijk, als je heel veel mensen binnenlaat met een conflicterend waardesysteem, wat echt conflicteert met het waardesysteem wat hier domineert, dan zou dat wel tot hele grote problemen kunnen leiden. En dan heb je het over elementen als religie. Ja, bijvoorbeeld met moslims. Ja, ja. Absoluut. Als je kijkt naar heel veel moslims, die hebben veel minder support voor bijvoorbeeld de democratie. Als je kijkt naar onderzoek wat daarna gedaan is, dan zie je dat heel veel mensen zeggen, nou, de religieuze wetten zijn voor mij belangrijker, gaan voor mij boven de seculiere wetten van het gastland. Ja. Dat zijn hele hoge instemmingspercentages. En dat is de liberale paradox. Stel je voor dat je wil een vrije open samenleving hebben en je wil ook een liberale houding hebben naar immigranten toe en een vrije immigratiebeleid. Daar leid je heel veel mensen dus toe uit allerlei landen. Ja. Maar er zullen dan ook niet-liberale mensen tussen zitten. En dat hoeft zich niet altijd te verdragen met die liberale waarden waarop je dat vrije migratiebeleid gestoeld is. Voor veel jonge Syriërs die wij spreken ligt het anders. Zij willen Nederland wel omarmen. Ze zijn vol enthousiasme en denken dat zij wel volledig zullen kunnen meedraaien in de samenleving. Is dat realistisch? Nou ja, enthousiasme is natuurlijk altijd goed, maar het zijn geen garanties. Als je kijkt wat er tot nog toe gebeurd is, zeg maar, met eerdere cohorten asielmigranten, stemt dat niet hoopvol als het gaat om de arbeidsmarktparticipatie. Ja, ze zijn wel hoopvol, ja. Dat wil je ze eigenlijk ook niet afpakken. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is ook heel goed. En daar zou ik ook zeker gebruik van maken. Maak gebruik van het enthousiasme. En bij Syrië is wel één groot voordeel, denk ik, dat ze heel vaak was snel duidelijk van je mag blijven. Ja. En ik denk dat dat veel beter is dan 5 jaar in een asielzoekerscentrum. Want dat is natuurlijk hopeloos als je daar met heel veel mensen zo in een kleine ruimte. Ik ben ook wel in dat soort centra geweest. Ja. Ik heb met mensen gesproken. Ja, dat is geen pretje als je daar heel lang in zit. Ja, dan raadt al het leven eigenlijk. Ja, of mensen worden ook depressief en dan word je een beetje, indolent kun je daarvan worden, depressief. Ja, en dan zit je een leven lang op een uitkering hier in Nederland ergens op een fletje. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee, het lijkt me geen winst eigenlijk. Ook al ben je dan wel misschien in een rijk land, als je dan de relatieve armoede zou dan kunnen toenemen. Ja, eigenlijk iedereen verliest dan. Ja, ja. Ja. Dat is geen vrolijk stemmend verhaal wat dat betreft. Nee, jammer. Ja. Vrolijk is zijn verhaal niet. Toch vindt Van der Beek dat je in de Syriërs die hier zijn wel degelijk moet investeren en niet moet gaan beknibbelen op kosten van integratie en bijvoorbeeld het taalonderwijs. Kijk, als je zegt ze mogen blijven, dan zou ik ook zeggen investeer er dan in. En anders zeggen anders dat ze niet mogen blijven, weet je wel. Dat zou dan, het zou eerder mijn voorkeur hebben om een veel stringenter beleid. Het slechtste van twee systemen heb je dan. Ja. En onbegrijpelijk eigenlijk. Want dat geld wat je in die talencursussen en dergelijke stopt en opleidingen, dat verdien je geheid terug. Net zoals dat je het ook bij de Nederlandse jeugd of de andere mensen die gewoon geven allemaal een opleiding. Dat doe je in de hoop dat je terugverdient. En dat doen wij denk ik ook, want we zijn een heel rijk land. Dus dat geld komt vast goed terecht. Dus ik zou meer investeren dan als de mensen mogen blijven, echt goed in ze investeren.